leuk dat je kijkt naar vlog 11, waarin ik je alles wil vertellen over tri-suits, triathlonpakjes. Wat is dat eigenlijk? En we hebben een nieuw experiment, want ik zit vandaag niet alleen hier in de studio, maar samen met Martijn Lust. Jij bent vertegenwoordiger van BioRacer, een leverancier van sportkleding. Ja. En Martijn is hier omdat we deze week voor de Utrechtse Heuvelrug Triathlon een pasavond hadden. We zijn teamkleding aan het bestellen. En toen zei ik, nou ja, als je hier toch bent vandaag, leg mij dan eens uit wat een triathlonpak is. Maar voordat we dat gaan doen, misschien even extra belangrijk in deze vlog om te noemen. Wij hebben geen betaalde samenwerking. Ik vertel dit niet omdat ik geld krijg van Martijn. Dat zou ik wel willen natuurlijk, maar dat is niet zo. Hij zit hier puur omdat wij klant zijn en enthousiast zijn over de BioRacer spullen. Dus laten we dat maar even gezegd hebben. Hey, een triathlonpak. Ja. Allereerst, triathlonpak, wat is dat? Dat is je kunt ook suit zeggen op zijn Engels. Hè? Dus, tri-suit. Broek en shirt in één. Ja. Het handige is, je hoeft niet om te kleden in de wissel. Nee. Je doet in Nederland vaak doe ik je wetsuit eroverheen. En doe je het wetsuit uit naar het zwemmen. En dan fiets je daarin en loop je daarin. Dus er zijn wel echt specialistische dingen die anders zijn dan wielrennen. Maar, wat is het grootste verschil met een wielrenpak dan? Ik denk toch wel de zeem en de stof. Twee dingen zijn toch wel echt heel anders. In een tri-suit kan je natuurlijk niet geen zeem stoppen die in een fietsbroek zit. Ik denk dat je een paar kilo zwaarder wordt als je gaat zwemmen. Yeah. Die zuigen natuurlijk al het water op, een normale zeem. Dus hier zit een veel kleinere zeem in, die toch wel het comfort geeft die je moet hebben op de fiets. Maar die niet zich helemaal volzuigt tijdens dat zwemmen. Ja. Dat is wel echt een van de belangrijkste dingen. En daarnaast de waterafstotende stof. In het zwemmen wil je natuurlijk zo snel mogelijk zijn. En je wilt stof hebben waardoor je beter drijft. En die duurder niet het al pak het water wordt. Meeneemt. Nee, en niet ja. al het water in. Dus nou, jij noemt het al hoe duurder het pak ja. wordt. Ik heb hier wat liggen. Jij zit er al naar te kijken. Want ik had natuurlijk een unieke kans om allemaal tri-suits hier in huis te hebben. Om al onze leden te laten passen. Vorig seizoen mijn eerste triathlon. Triathlon kan heel duur worden als je alles meteen op het hoogste niveau gaat kopen. Dus ik dacht, ik begin op instapniveau. Ik rij eens naar de Decathlon. En dan heb je voor 3 tientjes heb je een triathlon pak. Nou, ik liet het jou van de week al even zien. Ja, jij vindt dit geen triathlonpak, maar laten we even beginnen voor de mensen die nooit zo'n pak gezien hebben. Dit is hem dus. Er zitten in dit geval geen mouwen aan. Er zit inderdaad een dunne zeem in. Maar wat gaat hier mis? Waarom is dit wat jou betreft voor een serieuze triatleet niet goed genoeg? Nou ja, het is een tri-suit. Dat ben ik met je eens. Want het is shirt en broek in één. Alleen ja, als je dit aantrekt, ik denk dat jij het al aangeeft, er zit totaal geen stretch in. Dus het is eerder een zak die je om je heen hebt dan dat het aanvoelt alsof het goed om je lichaam zit en strak zit. Maar dat is dus een belangrijke eigenschap van een goed pak. Ja, zeker. Het moet, helemaal een tweede huid. Het moet een suit zijn, zoals het al zit. Het moet goed strak zitten. En die hier zit bij de borst en dingen. Volgens mij, als je dit pak 1 of 2 keer aangehad hebt, zit helemaal geen rek in. Dat gaat meteen uitlubberen. Nou, ja, je ziet ook, in alle eerlijkheid, hè, het beschadigt meteen op de plek waar het startnummer heeft gezeten. Ja. Oké, helder. En uiteraard totaal geen waterafstotende stof. Nee. Helemaal niet. Dus komen we, 2 keer zoveel geld, eurotje of 70, bij jullie teamcollectie. En dat is dit. Wat zit hier nou in wat dit al een behoorlijk goed pak maakt? Nou, dit is ons instapmodel, hè, die we in 2 varianten hebben. De variant die we hier zien, plus de variant met sleeves. Ja, die heb ik ook nog. Ja. Laten we zo zien. Ja. Wat al ten eerste heel erg anders is, is de waterstotende stof in de broek. Dat heb je in ons Stratos. Als je hier dus, bij wijze van spreken, een kopje water overheen gooit, dan rolt dat water daar gewoon af. Dus het stoot water af. Tuurlijk, als je er echt in gaat zwemmen, gaat het water ook wel heus wel een beetje doorheen. Maar het maakt gewoon dat je hierdoor in het water wat sneller zwemt. En heb je dan ook voordeel aan op de fiets dat die sneller droog is of zo? Ja, uiteraard. Ja. Dus als je zwemt en daarna ook gaat fietsen en het regent nog steeds. Ja. En dan hoef je al dat water niet mee te slepen. Nee. Zeker. Dus dat is wel echt heel fijn. We zien hier rits aan de voorkant. Nog andere bijzondere dingen in het pak. Oh ja, daar kreeg ik nog vragen over op de pasavond. Ja. Dat heeft deze trouwens ook, zie ik nu. Een zakje op de rug. Ja. Handig voor shelletjes of wat dan ook. Zei iedereen, is dat niet een waterschepper? Nee, want ja, in principe zit het pak niet zo. Want nee, het staat niet open. Het zit strak. Het staat natuurlijk wel. Je moet het zien van zo. Kijk, en dan gaat het. Dit moet wel uitgerekt zijn. Ja. En dan zit het pak zo. Dus dan zit het niet open, zodat dat zij zeggen, mocht dat nog zo zijn, ja, dus het altijd hier van onderen
gaatjes in. Maar in principe mag het niet zo zijn. Kijk, als je hier wat in gaat stoppen, ja, dan gaat het natuurlijk een klein beetje openstaan. Ja, dus daarom zitten ook de gaatjes van onderen. Dus tip 2, als je zo'n tri-suit gaat kopen, flink strak. Liever een maatje te klein dan te groot. Nou, het moet natuurlijk wel comfortabel zitten. Ja, dat is wel op de eerste plaats. Ja. Maar ik heb al een paar keer gehad dat mensen het aantrokken. En als je dan een maatje groter, dan zit het wel goed. En dan bijvoorbeeld gaat het hier bij de borst, ja, dan zit het strak en gaat het niet hier... Als het hier gaat lubberen, ja, dan moet je zeker proberen om een maat groter te kijken of dat wel goed zit. Goeie tip, als je gaat passen, let op de borst. Dan zeg je al, deze heeft geen mouwen, maar we hadden ook een model deze week bij ons met mouwen. Ja. Waar is dat dan voor? Nou, dit komt, zeg ik, toch ook wel een beetje uit fietsen vandaan. En toch wel een jaar of twee geleden geïntroduceerd in triathlon, want dat is toch wel een nieuw ding. Ja. En ik zeg, dat is vooral natuurlijk gemaakt... Voor de aerodynamica, hè, zitten stripes op de armen, de strepen. Ja. Ja, in sommige divisies mag het niet. Maar zeker in de lagere regionen wordt het wel toegestaan. Het heeft echt vooral met aerodynamica te maken. Ik hoor wel eens wat stevige mensen van... bij de standaard tri-suits gaat de borst er wel eens een beetje... komt er half uit. Nou, dat heb je natuurlijk bij de sleeves versie heb je dat niet. Dus het kleedt mooier af. En is dit dan à la de bekende ribbels op het schaatspak? Ja. Dus je wil zeggen, omdat er ribbels zitten, is het aerodynamischer? Ja. Ja, het heeft gewoon met de luchtweerstand te maken. Wat ik niet verteld heb bij het Groenpak is dat je de rits van achteren ook kunt doen. Als optie, ja. Want dat zien we bij, je kan ook echt luxe elite. Ja, dan hebben we het opeens over iets van €150 in de BTW. Dat klinkt, dat voelt, dat is een heel ander pak. Ja, dit Want, is, wat is nou, dit noemen wij, deze stof noemen wij Flash. Dit hebben wij ontwikkeld richting de Olympische Spelen van Rio. Dit pak gaan we ook weer richting de Olympische Spelen van Tokio. Gaan we weer verder doorontwikkelen. Dit pak is speciaal ontwikkeld om te gebruiken zonder wetsuit. En in Rio zijn het natuurlijk wat kortere afstanden. Dus sprintafstanden vaker. Dus bijvoorbeeld een zak is hier niet op. Kan ook niet vanwege de stof. Ja, rits aan de achterkant. Rits aan de achterkant en vanwege de aerodynamica. Maar ook vanwege dat in die hogere divisionen moet het. Okay. Maar deze stof zorgt ervoor dat het drijfvermogen in het water gewoon nog beter is. Okay. Dus de stof helpt jou beter drijven. Uiteraard is het ook waterafstotend, volledig. Ja. En, die andere was alleen de broek? Was alleen de broek. Bij pak. Deze heeft hij het hele pak. Ja, ideaal. Laatste verhaal is zelfs ook nog dat in allebei de andere pakken zitten de leg rippers van onderen. Leg rippers, dat is dit elastische materiaal. Geen siliconen, maar mooie grippers, zodat de broek goed op zijn plek blijft zitten. Ja. Maar wij hebben bijvoorbeeld al gemerkt dat als je hem zonder wetsuit gaat gebruiken... dan is de gewone ouderwetse siliconen gripper beter, want die sluit de broek beter af. Dus hebben wij gezegd, omdat we dit pak echt gebruiken zonder wetsuit, gaan we terug naar de ouderwetse, zodat het beter afsluit en er minder water hier onderin gaat. Mooi. Helemaal goed. Nou, Martijn, dankjewel. En jij bedankt voor het kijken helemaal tot het einde. Als je nou nog vragen hebt over triathlon pakken, dan zou ik zeggen, schrijf ze nu in de comments hieronder. Dan pas ik ze wel weer door naar Martijn. Of misschien zit Martijn online ook wel te kijken en kan hij jouw vragen beantwoorden. Als je het leuk vindt om te zien waar... Ja, ik zal het maar gewoon bekennen. Ik heb gewoon die dure gekocht. Als je wil zien waar ik in dat veel te dure pak in het water ga springen, volg mij dan even op Strava. Zoek even Gerrit Heikoop uit Leersum. En dan kun je zien welke wedstrijd ik komend seizoen in mijn elite pak in het water ga springen. En als je het leuk vindt om dit soort video's en mijn reis in de wereld van triathlon verder te volgen, abonneer je dan nu meteen even op dit YouTube kanaal, want ik ben er volgende week donderdag weer. Tot dan!